De Sjoelweidenbosbrug, of in de volksmond de Bosjebrug, is de brug over de Surinamerivier. Hij verbindt Paramaribo met het plaatsje Meerzorg in het district Kommerwijnen. De brug maakt deel uit van de Oost-Westverbinding en is vernoemd naar de toenmalige president Sjoelweidenbos. De brug die in het jaar 2000 werd opgeleverd, zorgt voor een snellere verbinding tussen Paramaribo en het aan de overzijde gelegen district. De bedoeling van de brug is om de ontwikkeling van het oostelijk deel van Suriname te bevorderen. De brug is gebouwd door het Nederlandse bedrijf Ballas Nedam, die in datzelfde jaar ook de brug over de Koppenamerivier bouwde. Voorheen was het district Kommerwijnen voor het grote verkeer alleen bereikbaar per veerverbinding. Sinds de komst van deze brug heeft Meerzorg zich snel ontwikkeld. De goed geasfalteerde weg naar Mungo en Albina zal ongetwijfeld hier ook het gevolg van zijn. Voetgangers tussen de beide oevers maken gebruik van de bootjes die van en naar Meerzorg varen. Vooral tijdens de spitsuren is er veel bedrijvigheid op het water. De opstapplaatsen zijn gelegen bij de plekken waar de vroegere veerpont aanmeerde. In de regel vertrekt een boot wanneer er voldoende passagiers aan boord zijn. Wil je Kommerwijnen met de fiets verkennen of vind je het gewoon leuk om even een stukje te varen op de Surinamerivier, dan is een tochtje met een van de bontgekleurde bootjes een echte aanrader. Zolang het nog kan, is het bovendien een goede gelegenheid om de Goslar, een Duits koopvaardijschip dat in 1940 tot zinken werd gebracht, van dichtbij te bekijken. Het oude wrak wordt binnenkort geborgen en zal als groot worden verkocht. De opruiming zal onderdeel uitmaken van een documentaire over dit oude Duitse vrachtschip. De pre-productie van de documentaire, die wereldwijd te zien zal zijn, is inmiddels gestart. De afgelopen jaren is het gemotoriseerde verkeer in Suriname flink toegenomen. Tijdens spitstijden is dat op de brug ook duidelijk merkbaar. Om die reden is de terugkeer van een nieuwe veerverbinding een punt van discussie.